In deze video ga ik het met je hebben over de vennootschapsbelasting. Leuker kunnen we niet maken. Nou, niet bepaald het meest sexy onderwerp. Tenzij jouw hartje over het algemeen wel sneller gaat kloppen van de asymmetrische behandeling van vermogenswinsten, de aftrekbeperking voor deelnemingsrente of de fiscaal-theoretische en beleidsmatige dimensie van de liquidatieverliesregeling. Hey, ben je er nog? Ja, dit bedoel ik dus. Maar luister. Er is een hoop gedoe over die vennootschapsbelasting, ook wel de winstbelasting genoemd. Het blijkt dat enkele grote bedrijven in Nederland, zoals Philips en Shell, via die belasting de Nederlandse schatkist spekken met welgeteld 0 euro. Terwijl jij wel gewoon je belasting betaalt. Dus... Hoe leg je uit dat een aantal grote multinationals in Nederland geen of nauwelijks winstbelasting betalen? Tja, hoe leg je dat uit? Oh ja, wacht, dat is mijn taak. Want heb jij in de verte de fiscale klok horen luiden? Maar heb je geen idee waar de aftrekbare klepel hangt? Blijf dan even hangen. Op 29 november onthulde het dagblad Trouw dat Shell al jarenlang geen winstbelasting betaalt in Nederland. Eerst ontkende Shell dat nog, maar een half jaar later in het weekblad Elsevier gaven ze toch openheid van zaken. Shell boekte afgelopen jaar 1,3 miljard euro winst in Nederland. Volgens de wet op de vennootschapsbelasting, zo meer erover, zouden ze over dat bedrag 25% belasting moeten betalen. Wat neerkomt op een slordige 325 miljoen euro. Dat is 325 miljoen euro meer dan nul. En ook Philips en AkzoNobel betaalden niet of nauwelijks belasting. Tot woede van de linkse oppositiepartijen in de Tweede Kamer, die Shell, Philips en AkzoNobel naar de Tweede Kamer riepen voor een zogeheten ronde tafelgesprek. Om tekst en uitleg te vragen over het feit dat een bedrijf dat substantiële winsten maakt in Nederland helemaal nul belasting betaalt. Even terug naar het begin. Wat loonbelasting is voor jou, is winstbelasting voor een bedrijf. Zeg maar dat deel van de inkomende harde pegels die je moet afdragen aan de Nederlandse schatkist. Zodat we dingen als de zorg, sociale zekerheid, onderwijs en defensie kunnen betalen. Jij en ik, of eigenlijk iedereen met een salaris, dragen met een deel van ons loon daar zo'n 62 miljard euro aan bij. En bedrijven, groot of klein, dragen via die winstbelasting zo'n 25 miljard euro bij. Maar dus niet Shell of Philips. Terug naar de vraag... Hoe leg je uit dat grote multinationals geen winstbelasting betalen? In één woord, aftrekposten. En die ken jij ook. Bijvoorbeeld als je een huis koopt, denk aan de hypotheekrente. Of bijvoorbeeld bepaalde medicijnen. Zelfs donaties aan goede doelen, een cursus Spaans of die laptop voor je studie kun je onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting. Oh, even tussendoor een tip. Check altijd even die gele vakjes met toelichtingen bij je belastingaangifte. En bewaar altijd je bonnetjes. Deze is van mijn lunch, die moet ik zelf betalen. Die kosten gaan dus van jouw inkomstenbelasting af. En dat is lekker voor je portemonnee. Maar reken er maar niet op dat je daarmee ooit onder de streep op 0 euro belasting uitkomt. Multinationals met een hoofdkantoor in Nederland hebben zo hun eigen aftrekposten. Zoals hoofdkantoorkosten, rentekosten en afhankelijk van het bedrijfsmodel, maar zeker voor een bedrijf als Shell, de allerbelangrijkste, de liquidatieverliesregeling. Hoe werkt dat? Multinationals, what's in a name, zijn per definitie actief in meerdere landen. Die liquidatieverliesregeling zorgt ervoor dat als zij in andere landen verlies leiden, zij die verliezen hier als kosten mogen opvoeren om die van de winstbelasting af te trekken. Neem Shell. Als ze bijvoorbeeld ergens anders in de wereld naar olie zoeken, maar niks vinden en dus verlies leiden, is dat verlies daar hier een kostenpost. En niet alleen van het afgelopen jaar. Shell mag bijvoorbeeld ook een mislukt project van 5 of 10 jaar geleden op het meest gunstige moment rekenkundig wegpoetsen. En zo lukt het, ondanks die 25%, al jaren om toch onder die streep weer op nul uit te komen. En dan is er ook nog zoiets als de deelnemingsvrijstelling. Dat betekent dat ze over de winst die ze in die landen maken niet hier belasting hoeven te betalen. Want dat doen ze in die landen zelf al. Meerdere landen hebben dat zo geregeld, anders moeten bedrijven dubbel winstbelasting gaan betalen en dat is niet fair. Maar omdat het verlies hier wel als kostenpost mag worden opgevoerd en kan worden afgetrokken van de belasting, is deze regeling wat we noemen asymmetrisch. Want wel de lusten, niet de lasten. En daar is de Kamer nu dus boos over. Het enige wat ik vraag, en dat vind ik eigenlijk heel normaal, dat zij daar ook een redelijke bijdrage aan leveren als ze heel winstgevend zijn. En dat zijn ze in Nederland. En voel jij het ook? In je onderbuik?
Want waarom betalen jij, ik en een bedrijf dat niet in andere landen actief is, wel onze belasting? En zij niet? Heel simpel, het mag. Want, zeggen de multinationals, je kan wel moreel verontwaardigd zijn. Het is niet de moraal die bepaalt hoeveel belasting wij betalen, maar de wet. Voor de duidelijkheid, deze multinationals handelen gewoon keurig volgens de regeltjes die door de politiek zijn bedacht. Volgens de wet op de vennootschapsbelasting 1969 om precies te zijn. Nederlandse kabinetten doen er al tientallen jaren, met instemming van de Tweede Kamer, alles aan om de hoofdkantoren van die multinationals naar Nederland te halen. Waarom eigenlijk? Ze zorgen voor werkgelegenheid, van hoogopgeleid tot schoonmakers en taxichauffeurs. Het geeft status aan Nederland, want het is hier kennelijk goed zaken doen. En het is goed voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Zo'n hoofdkantoor heeft een aanzuigende werking. Als wij een kenniseconomie willen houden, dan is de aanwezigheid van hoofdkantoren... Kortom, volgens onze beleidsmakers zijn ze onmisbaar voor onze economie. Dus is er een goed vestigingsklimaat voor deze bedrijven gecreëerd. Maar, zoals we inmiddels weten, dat betekent dus gewoon minder belasting betalen. De multinationals zeggen, jullie blij met onze aanwezigheid, wij blij met deze belastingvoordelen. Win-win? Nou ja, even terug naar die bedrijven die wel hun faire deel aan winstbelasting afdragen en dus voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor die pot van 25 miljard euro in de Nederlandse schatkist. Het midden- en kleinbedrijf, het MKB. Dat zorgt hier in Nederland voor meer werkgelegenheid dan de multinationals, maar betaalt dus wel gewoon belasting. En je kan je afvragen of er daardoor geen oneerlijke concurrentie is. Dus weer de vraag... Hoe leg je dat aan die persoon uit? Hoe leg je dat aan die MKB'er in het land uit? Er is in ieder geval een hoop verontwaardiging. De politiek is verontwaardigd dat de multinationals geen belasting betalen en de multinationals zijn verontwaardigd dat de politiek zo verontwaardigd is over zijn eigen regels. Goed, het enige wat aan al die verontwaardiging een eind kan maken, is het aanpassen van die regels. Daarom ligt er nu een initiatief wetsvoorstel op tafel dat die liquidatieverliesregeling moet inperken. Volgens dat voorstel tellen maar drie dingen als aftrekpost. Alleen bij verliezen tot 1 miljoen euro, binnen de grenzen van de EU en met een maximale houdbaarheid van 3 jaar. Het zou de Nederlandse schatkist jaarlijks honderden miljoenen aan belasting moeten opleveren. De multinationals zijn vanzelfsprekend niet zo enthousiast, want die zouden zij dus moeten ophoesten. Willen ze zonder die belastingvoordelen hier nog wel zijn met een hoofdkantoor? Want... That's an important part of the headquarters, the multinational tax investment climate that you create here. Ze waarschuwen voor de consequenties als die wet wordt aangepast. Maar wat die consequenties precies zijn, dat zeggen ze er niet bij. Maar dat wetsvoorstel zou het wel eens kunnen halen. Want na de linkse oppositie en de PVV hebben nu ook de coalitiepartijen CDA, D66, ChristenUnie en na een tijdje te hebben afgewacht ook de VVD in een motie aangegeven dat de multinationals meer belasting moeten betalen. Een dikke meerderheid dus in de Tweede Kamer. Er komt een commissie die over een half jaar advies moet uitbrengen over welke maatregelen precies nodig zijn. Dus dat is nog even afwachten. Je weet nu in ieder geval iets meer over deze taaie kost. Aan mij de taak om de boel nog een beetje feestelijk af te sluiten. Dus jongens, mag ik even die confetti in die slingers terug? Dankjewel. En abonneer je even op dit kanaal. Want leuker kunnen wij het wel maken. En makkelijker.